Welkom bij deze aflevering. Met deze podcast duiken we in de wereld van knokken om. Van ondernemen en ontspannen in Knokke-Heest. Want deze unieke plek heeft het allemaal. Ik ben Tine van den Bergen, al 15 jaar vastgoedmakelaar in Knokke-Heest. Ik kom hier elke dag fantastische mensen tegen die mij inspireren en ik wil het graag met jullie delen. Elke twee weken op zaterdag lanceren we een nieuwe aflevering met een bijzondere gast, opgenomen in een villa of appartement die ik te koop aanbied in Knokke. Geniet van deze aflevering. Dag Alexander. Dag Tine. Dank je wel om te komen. Met plezier. Hoe lang kennen we elkaar? 20 jaar? We zijn echt al, of zelfs iets meer al. Denk het, ja, inderdaad. En dan gaat natuurlijk je vrouw en een kindje. Ja. Ik heb echt veel bewondering voor jou, voor jouw parcours. Hoe dat je gestart bent hier in België, na je verhuis van Tenerife. Hoe oud was jij toen? Goh, ik ben met 17 jaar naar hier gekomen. Ja, 17. Ja. Voor hier een lief te doen. Ja, ik heb hier een lief gedaan en dan heb ik jou destijds leren kennen. Gingen we veel pizza gaan eten in Gent als student. En dan zijn we eigenlijk gelijkaardig beginnen werken. Jij in de eventsector. Ja. We hebben daar nog samengewerkt aan een vrij vroege leeftijd. Ik in het bedrijf waar ik werkte. En jij hebt toen een groot event voor ons gedaan. Ja, dat is juist. Dat is juist. Ja. Ja, en je hebt je ook eigenlijk in de events gesmeten, hè? Ja, inderdaad. Vooral ook als jobstudent heel veel events gedaan. En event is ook een deel van het bedrijfsleven waar ik zit. Celebration. We doen heel veel events intern, maar ook extern. Dat is toch wel een deel van ons werk. Ja. Maar ja, wat ik mooi vind, is dat jij als je startte als vertegenwoordiger je budget samen, in plaats van versnipperend per dokter, ging gaan uitbesteden, heb je dat allemaal samengevoegd en organiseer je zelf toffe events, leuke diners, sprekers. Dat is eigenlijk echt je leidraad geweest, denk ik, doorheen je carrière, hè? Dat netwerken, dat ondernemen. Ja, inderdaad. En vooral kijken dat je altijd iets anders dan de rest deed. Ja. En ik zet heel veel in op de emotie, de ervaring. En destijds begon het al met het budget heel wat samen te stellen, waardoor dat je eigenlijk meer kon doen met minder middelen. En de impact, aanraken van het harten van mijn klanten, dat was eigenlijk wat ik wilde doen. En ik denk dat er nog zijn die van 25 jaar geleden nog altijd praten over bepaalde avonden die we organiseren, Cubaanse avonden. Ja. Dus zeker weten. Met de sigaren. Inderdaad, inderdaad. En dat was toen nog een passie voor mij. En dan probeerde ik wel mijn passie ook te delen. Dan kan ik eigenlijk vanuit een passie spreken. En ja, ik ben iemand die dat heel graag deelt en hetzelfde laat voelen aan de mensen. Dus zeker weten. Wat inspireert jou? Vooral het ondernemen. Zaken proberen anders te doen dan de rest. Curieus zijn, het glas altijd al vol zien. En durven doen. Het leven is te kort om in uw comfortzone te blijven. En ik zeg altijd, uw leven start aan het einde van uw comfortzone. Absoluut. Ja, daar ga ik volledig mee akkoord. En dat probeer ik, dat is ook mijn leidraad. En daar neem ik ook mijn familie, mijn vrienden mee. Probeer ik dat echt samen te doen. En dat is eigenlijk wat mij wel energie geeft in het leven. Ja. En nu ben je general manager al een aantal jaren van DD, farmaceutische firma. Ja, een medisch-technologisch bedrijf. Wat is daar jouw doel in? Natuurlijk, wat we zeggen in het Engels, de purpose ervan, is voor mij een hele belangrijke. Ik sta 's morgens op en ik weet dat ik een verschil voor een patiënt kan doen. En dat patiënt kan uw zoon zijn, Jules, dat kan mijn zoon Axel zijn, dat kunnen mijn ouders zijn. Dus ik heb vanuit mijn rol in het bedrijf waar ik in werk, de power om iets te veranderen aan de zorg. En de zorg te verbeteren en vooral sustainable te maken naar de toekomst. En dat is eigenlijk wat mij zeker motiveert om er 200% voor te gaan, omdat ik weet dat ik iets kan betekenen en het verschil kan maken. Ja, dat is mooi. En met een heel team achter jou? Ja, we zijn met heel veel mensen die voor hetzelfde doel. Wel, we zijn een Benelux-organisatie, we werken met 1300-tal mensen. Heel divers naar nationaliteiten, heel divers naar
gender ook, maar een derde is ook jonger dan 30 jaar. En ik vind dat fantastisch om met die jonge gasten te werken. Maar ook heel divers naar rollen, want je kan van operators logistiek tot mensen die aan de productie staan, tot heel high-level executives in het bedrijf, die eigenlijk Europese of wereldwijde rollen hebben, die ook hier in Benelux met mij samenwerken. Ja. Jij gaat veel naar het buitenland. Ja. Maar ook naar hier, naar Knokke. Heel veel. Ik spendeer enorm veel tijd in Knokke. Via mij, dankjewel, investeerd in Knokke. Ja, ja, je hebt mijn vorige woonst verkocht en het nieuwe gekocht. En, ja. Ja. Wat is voor jou Knokke? Ja, Knokke. Ja, Knokke is heel uniek. En ik moet zeggen, ik ben zelf Spanjaard. Hè. Dus ik heb Knokke leren kennen. En eigenlijk wat ik zoek in het leven, en ik probeer vooral naar Engelse termen well-being te gaan kijken. Ik probeer daar een balans te zoeken. En die well-being moet vooral sociaal, fysisch zijn, mentaal en ook financieel. En eigenlijk vooral dat sociaal, dat fysieke en dat mentale vind ik hier. Ik moet zeggen, een perfecte dag in mijn leven kan ik hier in Knokke doen. En ik kan er zo van genieten om alleen al te weten dat ik die richting uitkom. Je weet dat de meeste kans op goed weer in België hier ook hebt. En dat is echt niet gelogen. Maar dan, eens dat je hier zit, kom je eigenlijk in een hele speciale cocon. Ja. Een cocon die je heel veel biedt. Voor mij heel veel ervaring, heel veel kwaliteit. En als ik het heb over het mentale, hier kan je echt deconnecteren van alles. Maar ook geconnecteerd blijven. Ja, voilà. He, dus, met de vrienden, met de mensen rondom. Voilà. En dat is het sociale dan. Ja. Enorm veel sporten. Je kan hier alles doen. Zomer, winter. Ik fiets enorm graag. En dit is echt een prachtige basis. En dit doe je eigenlijk in groep. Je hebt enorm veel clubs. De casino, de Goezeput. Je kan mij enorm veel... Met de Goezeput bijvoorbeeld. Maar de casino is een van de grootste clubs in België. Ja. Die vertrekken hier. Dat is heel uniek. Je kan soms om 9:30 aan de casino staan, dat er daar tegen de zomer tegen de 500 mensen staan. En die een tour doen en achteraf komen ze allemaal samen. Maar ook gaan lopen op de dijk in de winter. En de wintermaanden vind ik nog het leukste hier, omdat ik heel veel energie, heel veel zuurstof ook van de zee krijg. Maar de connecteren ook van het werk, maar ook connecteren met het werk op een hele rustige manier. Ik kan hier echt mijn zinnen op een rijtje zetten. Ik kan hier ondernemen in mijn hoofd. Ik kan aan dingen denken waar ik de tijd niet heb in een dagdagelijkse bedrijf waar je onder druk staat. En hier kan ik die druk afzetten en me focussen op zaken wat ik anders niet kan. Ja, het is dat. Door afstand te nemen en even in rustmodus te zijn. Het is niet dat je werk loslaat. Hè. Het is eigenlijk dat je creatief bent en tot ideeën komt en de dingen een beetje kan analyseren, vind ik. Ja, inderdaad. Ja. En daar heb ik dus, ik zeg het fysieke door te sporten, door buiten te zijn. Ja. Het mentale door echt mijn eigen batterij op te laden. Als ik bijvoorbeeld de maandag ga werken na een weekend knokken, mijn batterij is super opgeladen door al de dingen die je hier kunt omarmen. En dan het sociale. Ik moet zeggen, het is fantastisch om hier te netwerken op een hele leuke manier. En wil je jacht afzonderen en een wandeling doen in het strand en dan een pannenkoek gaan eten. Maar terwijl je die pannenkoek eet, ga je altijd iemand tegenkomt die je kent of die je leert kennen. En ja, ik ben iemand die heel sociaal is en ik sta daar toch wel. En ik sta daar enorm voor open. Vanavond ga ik terug naar een restaurant die zo lang geleden open gegaan is. Studio? De studio in CCC. En dat is eigenlijk fantastisch, omdat je de helft van het restaurant die daar zit, gaat kennen. En dat maakt je avond wel compleet. En volgende week ga ik een aantal van die mensen terug tegenkomen, werkgerelateerd. Ja, daarom kom ik hier zo graag. Wat is er nog zo? Wat zijn nog uw highlights? Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Ja, en dat kan zowel in de winter als in de zomer zijn. Morgens opstaan, een krantje gaan halen bij een gekende krantenwinkel en onderweg terug langs een van de topbakkers in Knokke passeren, naar koeken thuiskomen. Ontbijten met de familie en dan ga ik een aantal uur gaan fietsen. Tegen de middag kom ik terug en dan gaan we altijd iets leuks lunchen. Dat kan iets kleins zijn bij Pinot, Rove, maar ook Mary Rose Bakery bijvoorbeeld. In de namiddag, dat kan eigenlijk van alles zijn. In de zomer gaan we heel graag naar onze cabine in de Collins Beach. En dat is eigenlijk wel fantastisch om daar te zijn. Axel, die is 10 en ik voel me zo
vrij door te weten dat hij veilig kan rondlopen, dat hij dingen kan doen dat hij ergens anders in een stad zoals Gent of Brussel niet zou kunnen doen aan zijn 10 jaar. Hij pakt zijn BMX, hij gaat naar de zeilclub, hij kan daar zeilen, vriendjes. En we komen altijd mensen tegen. Voor een beetje te vroeg begint meestal de apéro al. It's what it is en je laat het een beetje. En dus ondertussen hebben we wat gerust, hebben we gezond, hebben we gesport. Zijn we eigenlijk van de Belgische kust aan het genieten. En dan tegen de avond gaan we altijd een keer een leuk restaurant gaan opzoeken. En ja, dat kan eigenlijk heel, heel breed gaan. Hele leuke, toegankelijke restaurants waar je Jan allemaal gaat tegenkomen. Bij mijn favorieten zitten Studio MCCC, maar ook de Boudin Sauvage bijvoorbeeld. Maar Boraan, als Thaise keuken. En dan kan je natuurlijk wel meer high level gaan. Bijvoorbeeld in Quines, en zeker het nieuwe Quines. En binnenkort... In Dunas, ja. En binnenkort zal Carcas hier open gaan. Dus bij de opening ben ik er ik al bij. Ik volgende week. Ja? Ja. Ah, ik ook. Ja, wel, dan gaan we elkaar zien. Super. En daar, dat is wat ik bedoelde. Dat je netwerkt, dat je de mensen ziet, maar in een hele leuke omgeving. En dan zien we wel wanneer dat we gaan slapen. Maar niet te laat, zodat we de dag daarna terug een topdag hebben. Dus, fiets je elke dag hier? Ja, sowieso. Echt? Ja. En ik ben niet de enige. Ik zei daarnet een aantal groepen, zoals de Casino of de Hoezeput van Brugge. Die staan altijd paraat. En dat is wel leuk, want soms zou ik het alleen niet doen. Ja. Maar dit is eigenlijk wat mij ook motiveert, omdat ik weet dat zo mensen er zijn. Om 9:30 of 9:00 aan de Sifon, 9:30 aan de Casino. En we zijn vertrokken. En voilà, dan kan iedereen met zijn familie verder gaan genieten. Dus, en dan shoppen. Hè. Shoppen zit er ook veel bij. Ik shop heel graag. En dit is echt een shoppingparadijs. En ik dacht dat je alleen maar je kledij liet maken door films. Ja, dat is sowieso. Maar natuurlijk, ik shop heel graag kunst. Ik shop heel graag eten. Ja, is ook al inspirerend, in feite. Zeker. Ook, ja. Wat zou je als tip geven aan je 18-jarige zelf? Goh, ja. Ik moet zeggen, moest ik de klok terugdraaien, zouden een aantal zaken toch anders doen en meer durven. Ik denk dat we als mens, en zeker aan een jonge leeftijd, wachten totdat je klaar bent om iets te doen. En eigenlijk ga je er nooit klaar voor zijn. Je moet wel klaar zijn om te jumpen, om dingen te proberen, om ook te falen. Want van falen leer je enorm veel. En dat is wel de tip die ik zou geven. En ja, probeer gewoon authentiek te blijven aan jezelf. Ja, altijd proberen anders te doen dan de rest. Ik vind dat jij daar een heel mooi voorbeeld bent. Dank u. En ja, tenslotte... We zeggen altijd in marketingtermen, je hebt een blue ocean en je hebt een red ocean. En je bent eigenlijk gestart destijds in een red ocean waar immobiliën, in elke straat is er wel één. En je duikt erin, veel mensen zeggen, er is al veel te veel concurrentie en established bedrijven, agences die al voor jaren hier zitten. Maar je hebt dat eigenlijk wel heel anders aangepakt dan de rest. Niet alleen met je filmpjes, maar de manier hoe dat een pand positioneert. Maar ook dat privé, dat persoonlijke relatie die je wel aangaat om echt een service te geven wat heel veel mensen willen en die soms verloren gaan door met grotere partijen te gaan werken. Maar goed, daar ben je wel iemand die dat durft, zaken anders te doen. En dat is eigenlijk wat ik mensen wat meer zou willen zien doen. Ook de nieuwe technologieën omarmen. Ja, voilà. Social media is een ongelooflijk tool. Ik weet nog dat er van bedrijven die vooral een nadeel zagen in nieuwe technologieën, en de elektrische wagen, tankstations, die zijn, nu gaan veel minder wagens hier komen, totdat ze dachten van, we kunnen misschien ook laadpalen zetten. Het marketingverhaal, ook in de search, vroeger headhunting, dat was puur persoonlijk. Nu met LinkedIn, met al die social media, kan je, als je dat omarmt, kan je daar een voordeel van nemen. Ja, dit is iets wat ik wel vind, dat jongeren daar veel sneller... Het gaat ook allemaal sneller, hè? Ja, en zo marmen dat ook. Ja. Waardoor dat ik daar echt een heel goed oog heb op de next gen, die wel een hele mooie toekomst zal hebben. Ja. Dus dat je zegt van anders durven zijn, is het belangrijkste dat er is, hè? Altijd maar met de stroom en niet met de anderen meelopen. Ja. Je kunt geen andere resultaten verwachten. Ik heb altijd gedacht van, als ik de stap zet om zelfstandig te starten, dat ga ik niet doen gelijk de rest. En het zoveelste bureautje in de winkelstraat open doen, die etalageke en de panden uithangen en de panden op de website en dan wachten tot dat een telefoon gaat. Ja, nee. We moeten inderdaad die nieuwe technologieën omarmen. Net als dat crisissen ook eigenlijk opportuniteiten bieden. Hè?
Inderdaad, en ik denk zeker na COVID zijn er enorm veel deuren open gegaan, maar je moest wel door die deur lopen. Ik vind als er een crisis is, een grote red ocean is, dat de opportuniteit om succesvol te zijn veel groter is. Doordat je de kans hebt om dingen anders te doen, terwijl iedereen juist elkaar volgt en hetzelfde wil doen. Ja, voilà, net als bij crisissen zijn er bij die slecht uitdraaien, maar dan zijn er anderen die gaan nadenken van hoe kunnen we de boel omdraaien en hoe kunnen we die wending in de... Ja, wat kunnen we daarmee doen? Ja. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want er is altijd een flow. Hè? Het zal nu dit jaar ook een moeilijker jaar zijn op vlak van vastgoed en op vele andere vlakken ook, denk ik. Ja. Dus ja, ik denk dat het moment is om terug weer alles in vraag te stellen. Voilà. En, status quo te challengen. Ja. En heb je dat ook bij jou? Constant. Constant. Constant, dat is... En bij ons nu, onze grootste uitdaging in de wereld waar ik zit, is de leveringen, hè? Supply chain. Bijvoorbeeld door de oorlog is er een hele belangrijke lijn die niet meer gebruikt kan worden. De Trans-Siberian Rail, hè? Een treinrail die van Azië naar Europa kwam. Waardoor dat je dan eigenlijk via boot of vlucht moet gaan. Ja, boot duurt 4 weken, tenzij dat ze in de Rode Zee beginnen te schieten elkaar. Dan moet je een ommetour doen, dan is dat 6 weken. Dan komen ze in Antwerpen, gaan ze daar staken of gaan de boeren daar de boel blokkeren. Waardoor dat het 10 weken is, ga je met een vlucht, dan is de prijs maal 20. Maar je hebt wel die snelheid. Maar ja, ik zit wel in een wereld waar, bij bol.com zeggen ze, voor 10 uur besteld. Morgen. Maar goed, is dat overmorgen, dan is dat geen probleem, want dat zijn geen levensbedreigende middelen. Maar bij mij staat er wel een patiënt op een operatietafel. En misschien kan die operatie niet doorgaan als het materiaal niet op tijd komt. Dus bij ons is de druk wel natuurlijk anders. En we moeten constant daaruit vinden, constant kijken wat kunnen we doen om buffers, de forecast te beteren. Hoe kunnen we doen om met klanten dan ook te helpen. En als we niet kunnen leveren, wat is een plan B en C voor hun? Dus ja, we moeten constant onszelf daaruit vinden en ook in scenario's werken. En wat als morgen het nog erger zou zijn, hoe gaan we dat oplossen. Dus ja, dat is... En hoe zit dat nu met die leveringen met drones en zo, dat de toekomst zo bieden? Ja, sowieso is dat een technologie die meer en meer gaat gebruikt worden. Voor wanneer is dat? Maar er zijn al ziekenhuizen die met drones werken. Echt? Alleen om het zo te noemen, de drone-autostrade boven ons ligt nog niet echt klaar. Dus hoe gebeurt dat? Wettelijk alles. Ja, stel dat nu plots... alle ziekenhuizen, maar restaurants en alles via drones beginnen te leven. En die beginnen allemaal... Ja, er is geen weg, geen baan. Ik denk dat daar ook heel wat ontwikkeling moet gebeuren om dat veilig te laten gebruiken. Ja. Maar het wordt al gebruikt in ziekenhuizen in Antwerpen. Gebruiken ze al drones om bloedafnames bijvoorbeeld van punt A naar B te leveren. Er zijn ook al drones die gebruikt worden om iemand die een hartinfarct heeft, om een toestel eigenlijk op het plaats te laten komen. Dus die technologie is er en die gaat wel heel snel zijn, maar alle puzzelstukjes moeten samen in elkaar klikken om het te kunnen gebruiken. En er zijn sommigen die nog een beetje zweven. Oké, uit de dingen die je vertelt haal ik een paar herkenbare zaken, dus daarom wil ik je vragen, welke boeken lees je of welke boeken zijn voor jou belangrijk geweest? Ja, ik moet zeggen... Ik ken wel een aantal dingen. Ja, maar ik ga je teleurstellen. Ik ben geen boekenlezer. Ah, echt? Ik heb in mijn leven, denk ik, nog nooit een boek kunnen uitlezen. Maar, allee. Ja. Ik ben iemand met een hele korte concentratiefocusmoment. Maar ik ben wel iemand die bijvoorbeeld nu podcasts, en ze mogen ook niet te lang zijn, luistert. Oké, stop. Maar inderdaad. Maar bijvoorbeeld, voor mijn inspiratiebron is de tijd. De krant in het weekend, dat is een vaste krant. En vooral die sabbato. Ja. En die sabbato is iets waar ik constant met mijn gezin bezig ben. Want ik ga altijd al dingen opzoeken. Een nieuw restaurant, reservatie maken. Een nieuw gerecht, foto trekken. Om het, dus ja, dat zijn wel zaken die... ik ben wel iemand met een hele korte, maar hele sterke focus. Kan daar... Dus boeken niet, maar door het te leren, door te inspireren, door te luisteren naar mensen en vooral door, denk inspiratie is eigenlijk het woord. Curieus zijn en inspiratie halen en daar iets mee doen. Ja. Oké. Okay. Heb ik je de rollen omdraaien en mocht een vraag stellen aan mij? Ja, ik heb een hele leuke vraag. Je hebt ook heel veel gereisd en je bent eigenlijk een van, volgens mij, de grootste ambassadeurs voor Knokke. In uw reizen,
Wat heb je ergens anders gezien dat je in Knokken mist, maar dat je zegt van eigenlijk zouden we dat hier ook moeten hebben? Oeh, ja, dat is tegen mijn winkel. Kan komen, hè? Ja, maar nee, dat is wel een toffe vraag, want je gaat inderdaad op reis, maar ja, je gaat eigenlijk op reis om eens ergens anders, om iets anders te zien. Eigenlijk is mijn eerste antwoord niks. Oké. Want anders zou ik eigenlijk niet meer moeten buitenkomen. Maar pas op, ik vind juist reizen super inspirerend, voilà, omdat je andere dingen ziet. Ik hou enorm van steden bezoeken. Ja. Dat geeft mij zoveel energie. Like dat jij zegt, hoe dat Knokke jou energie geeft. Kunst, natuur, mensen, ja, traiteurs, restaurantjes, leuke nieuwe concepten. Ja, dat zie ik hier elke dag natuurlijk. Ja. Dus door op reis te gaan, ja, zie je weer andere dingen. Dat je horizon verruimt. En net als dat je ook zegt, van door hier te komen afstand te nemen even van je werk, die een afstand, dat zorgt ervoor dat je... Ja, dat je al de rest, allee, dat eigenlijk al hetgeen wat je in de week, tijdens je werk, zit nog in een stroomversnelling, dat je dan eigenlijk een keer allemaal kan processen en van op een afstand terug kan bekijken, terug allemaal ordenen en dat in een andere context. Ja. Dus ik ga nu binnenkort met mijn zoon naar New York en ja, zo'n stad heeft weer nieuwe concepten van winkels, samensmeltingen van kunst als food, als interior design, ja. Ook een ander soort publiek. Ik ben echt benieuwd en ben zeker dat ik weer met heel veel zowel energie terug naar huis kom als inspiratie. En eigenlijk is die energie dat u inspiratie geeft, vind ik. Ja, nee, dus ja, moesten we hier alles nog een keer echt alles hebben, ja, dan weet ik niet waar dat ik... Ja, dat zou maar is er iets in uw dagelijks leven dat je hier mist? Ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Want ik ga heel graag naar Antwerpen of naar Brussel of naar Gent. Daar heb je natuurlijk wel nog meer leuke restaurantjes en dergelijke. Ook cultuur. Maar ja, hoezeer ik daarvan geniet, hoe blij dat ik ben als ik s'avonds of whatever terug naar huis rijd. En uit die drukte en dan terug Knokken binnenrijden. En dan ja, dat thuisgevoel hier, de rust dat je hier krijgt. Ja, ik ken dat gevoel. Ja. I know what you mean, ja. Dus ja... Ik zou echt niet kunnen zeggen wat ik hier mis. Behalve, ja, misschien iets meer cultuur, maar bon, weet je, het is allemaal niet ver te zoeken. Hè. Stap je in je auto. Ik ben onlangs, ja, ik ga 2 keer per jaar makkelijk naar Parijs. Ja, op 2 uur sta je daar. Hè. Ja, en dan nog, als je ziet ook naar kunst, qua kunstgalerijen, is ongelooflijk. Ja. Er wordt elke week is er wel iets georganiseerd. Is dat de Art Tour? Ja. Is dat de Ironman? Is dat een World Series Paddle? Golf? Ja. Elke week is er eigenlijk voor elke leeftijd, voor elke stakeholder wel iets te doen in Knokke. Dat is echt onvoorstelbaar. En is jij nog iets hier? Nee, maar ik moet zeggen, als ik naar foto's van vroeger kijk, zie ik regelmatig die foto passeren met die openlucht zwembad. Ah. En al dat volk er rond. Ja. En dat is iets dat ik zo... We hebben natuurlijk hier een fantastisch zwembad aan de lakeside, maar het is een binnenzwembad. Ja. En ik dacht dat we ook een van de grootste golfzwembaden gingen hebben binnenkort. Surf. Maar ja, surf, ja. Ja. En dat is iets dat ik... Ik mis het niet, maar ja, naar het beeld vind ik het in een moderne stad zoiets iets missen. Ja. Ja, absoluut terecht. Ja, die foto's zijn natuurlijk wel... spreken tot de... Ja, dat is een verbeelding. Maar vooral dat sfeer rond die foto's. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, we hebben natuurlijk de zee. Ja. Gelukkig. Dat is toch de grootste aantrekking, denk ik. Dankjewel. Nee, met plezier. Dankjewel voor het leuke gesprek. Fantastisch. En, ik zie je in Karkas volgende week. Top. Deal. Dankjewel om te luisteren. Het volgende interview mag je terug over 2 weken verwachten. Tot dan.